Ja, de laatste peilingen gezien. Oh, die zijn net uit. Ja, ja, ja. Oh, het gaat goed met onze missie, vrienden. Ja, beter dan gedacht. Ja, want iedereen dacht van die Frans Timmermans, die groengoeroe, die zit in een stijgende lijn. Nee. Deze laatste peiling, die geeft onze groengoeroe, ja... Hij is in de afdaling. Ja, die heeft nog maar 20 zetels in zijn over, zie ik. Ja, hij stond op 21, heeft er nog maar 20. Ja, top. Goed. Daar zijn we blij mee. Maar, kijk, de rest van die peiling... Ja, vrienden, het wordt heel ingewikkeld. Het wordt heel raar, want... Kijk, de VVD, wat ik al zei, die hebben gewoon een vaste clan. Ja. Die blijven altijd maar VVD stemmen. Maakt niet uit wat er gebeurt, wat ze doen. Hoe, altijd VVD. Nou, keurig. Nou, en dan hebben we onze Pieter. Ja, die Omzicht. Ja, ja. 27 zetels. Dus die knokken een beetje om het torentje, zal ik wel zeggen. VVD en Pieter. En daarachter, daar zit dan de PVV. Ja, Wilders, die zit gewoon, die blijft rocksteady. 18 zetels. Ja, die wordt misschien toch een speler. Je weet het niet, hè? Het kan zomaar. Wilders, ja. Want kijk, het leuke van dit hele verhaal is... En BBB, die zit nog ergens daarachter dan met 12 zeteltjes. Nou goed, wat zien we nu? We hebben natuurlijk van de groengoeroe... Ja, die heeft weer helemaal voor zijn beurt zitten schitteren. Want die heeft gezegd... Ja, maar wij willen liever helemaal niet regeren met de VVD. Hé, hey, goeroe, je zit helemaal niet in die positie om dat te zeggen. Gaan we weer? Ja, weet je wel, dat heb ik al eerder gezegd. Zo van, ja, ik zeg af voor het Nederlands elftal. Hoezo, Harry, was je dan in aanmerking? Ja, die, dat is onze Timmermans. Die wil niet met de VVD. De VVD is nu de grootste. Het wordt VVD of Pieter. Ja, als die elkaar vinden, hè, wat zomaar kan, dan moet Pieter eventjes over zijn probleempje van de PVV stappen. Haal je PVV erbij, BBB erbij, klaar. Klaar. Niks groengoeroe, helemaal niks Timmermans. En dan zit je dan met je praatjes, ik ga liever niet met de VVD. Want dat onthoudt die VVD en die denkt natuurlijk straks, dan ga ik gewoon lekker nu echt over rechts. Ja, vrienden, dat maakt deze peiling duidelijk. Maar we krijgen er nog drie. Eind oktober komt er nog eentje. Dan komt er nog eentje 14 november en dan 21 november. Dat is de dag, de laatste peiling. En dan gaan wij, ja vrienden, dat gaan we echt doen. Strategisch stemmen. Hey, Den Haag. Gaan we nog wat?